Hi en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Dit is een video waar ik super veel vragen naar heb gehad. Als je mijn vlogs kijkt, dan weet je dat ik bezig ben met een soort van talentenjacht. Het is iets anders vanwege de hele pandemie en alles. Maar in ieder geval, je moet video's insturen van je talent. En ik heb meegedaan als zangeres. En ik was door naar de tweede ronde, of ben door naar de tweede ronde. En daarvoor moest ik een nieuw liedje opnemen die uit de top 40 van week 33 kwam. Dus ik heb gekozen voor Niks is Heilig. Jullie hebben al een klein stukje gezien, waarschijnlijk in de zangles. En ik kreeg dus heel veel vragen van, ga je het liedje ook delen? En zoals jullie weten vind ik dat best wel lastig, omdat ik gewoon eigenlijk nooit tevreden ben. En het maakt me erg onzeker, mijn eigen stem. En ik heb altijd het idee dat het beter moet en beter kan. En dat had ik nu stiekem nog veel erger, omdat ik had 2 weken de tijd om het voor te bereiden en het was precies 8 dagen daarvan was ik op vakantie. Dus ik heb hem op vakantie wel veel geluisterd, maar je kan daar natuurlijk niet echt lekker oefenen. En excuses, daar gaan we. Maar ik heb het gedaan. Ik denk dat ik beter kan, dat verbaast helemaal niemand. Maar ik ben ook niet heel ontevreden. Dus ik wil hem sowieso delen omdat ik het 1 doodeng vind. En ik wil over die angst heen komen. En 2 omdat ik ergens ook wel denk van wauw Sophie, kijk even. Je hebt 2 weken de tijd gehad om een totaal nieuw nummer te leren. En dit heb je neergezet. Er zijn echt verbeterpunten. Voor mij vooral belangrijk was de timing. De karaokeband had dus een andere timing dan het origineel. En daardoor was ik echt constant een beetje aan het zoeken. Nou, ik ga het allemaal niet uitleggen, want dit is het. Ik heb mijn best gedaan en dit is er in 2 weken uitgekomen. En nu gaan we afwachten of ik dan ook door ben naar de volgende ronde. Ik hou jullie natuurlijk op de hoogte, maar eerst, mocht je het leuk vinden, daar komt Niks is Heilig. Als ik eerlijk ben, erger ik me soms. Komt er minder uit mijn mond dan ik heb liggen op mijn tong. Maar dat geeft ook niet, want ik ben onderweg. En vertrek naar een plek in mijn hoofd waar ik de enige ben die de code kent. Hier val ik zonder blauwe plekken, hoef mezelf niets uit te leggen. Nee, dat hoeft hij niet. Dat hoeft hij niet. Hier kan ik fouten blijven maken, met de hele wereld slapen, oh, dat boeit me niet. Het boeit me niet. Hier is het veilig en niks is heilig. Hoef mijn gesprekken niet te wissen, mag me 100 keer vergissen. Deze plek is veilig en niks is heilig. Ik ga de meningen niet missen, geen beloftes en geen spijt. Als ik eerlijk ben, voelt het best wel goed om de dingen niet te doen zoals het zogenaamd wel moet. Maar soms durf ik niet, voel die ogen in mijn rug. Wat ben ik dan blij met die plek in mijn hoofd waar ik altijd naar vlug. Hier is het veilig en niks is heilig. Hoef mijn gesprekken niet te wissen, mag me 100 keer vergissen. Deze plek is veilig. Niks is heilig. Ik ga de meningen niet missen. Geen beloftes en geen spijt. Dan kan ik altijd alles zeggen. Wat er speelt in mij. Hier leef ik mijn eigen wet. Alles blijft geheim. Wat ik bij mezelf denk, dat is van mij. Hier is het veilig. Hier kan ik fouten blijven.
ook dat je het leuk vond om te zien. En nogmaals, het is echt niet perfect. Maar ga me alsjeblieft niet af zitten branden of wat dan ook. Want daar heb ik niks aan. En ik weet zelf ook dat het niet perfect is. Maar aldoende leert men. En dat is de hele insteek. En ik ben wel gewoon dankbaar dat ik steeds meer leer om het met jullie te delen. En hoeveel lieve reacties ik ook altijd krijg. Dus dat heeft er echt wel voor gezorgd dat ik het nu durf. Omdat jullie altijd zo lief voor me zijn. Heel erg bedankt voor het kijken. Mocht je nieuw zijn, vergeet je dan niet te abonneren. En dan zie ik je weer bij de volgende video.